Nee, helemaal niks aan. Zo, dames en heren, welkom. De Vlister open dagen, bedrijf open dagen. Wij zijn gevraagd door de firma Gouden Holland om een tweetal presentaties te geven. Wij doen dat heel graag voor hun. De firma Gouden Holland staat voor ons ook altijd klaar. En dat doen wij graag wat voor terug. We hebben nagedacht, eigenlijk sinds Haastrecht benomen is door Gouden Holland, zit er eigenlijk altijd wel iemand van de firma Gouden Holland bij de brandweer. Dat is eigenlijk wel uniek, daar zijn we ze altijd heel dankbaar voor. En vandaar dat wij hier graag aan meewerken. Nou, u ziet het, auto brandt. Hij brandt goed. De jongens wouden het, dan doen we dat. De brandweer wordt gealarmeerd. Ze komen er al aan, zoals u hoort. Waarschijnlijk zien ze zelf ook wel de dikke vette rookbummelken. Dus die komen er gauw aan. In de andere auto zitten nog twee personen. Die zitten bekneld, die moeten gered worden. Nou, daar zijn wij voor, daar komen wij voor. Uiteraard komt normaal ook politie te plaatsen en ambulance. Daar hebben we voor gekozen om deze niet te gaan doen, want het is de dag van Gouden Holland en niet voor ons. U hoort ze aankomen. U zult zien dat ze aardig snel in actie zullen komen en zullen gaan starten met het blussen van de brand. Dat gebeurt gewoon met water. We zien dat ze zijn te plaatsen. Ze zijn met z'n zessen, standaard ploegje bij de brandweer. Iedereen heeft zijn eigen taak. En degene met de rode flap over de schouder, dat is de bevelvoerder. Deze coördineert de inzet, heeft de leiding en zal de mensen goed aansturen. Je ziet daar twee stralen hoge druk aankomen. We werken met 1 bar waterdruk en daar wordt de brandweer mee gedrukt. De rook is niet heel erg trekken, daarom gebruik je nu een verhaling. We hebben de tweede voor de rook. We moeten 300 bar lucht in. De vocht is hier maar goed voor de rook. Dus in principe kunnen we de rook er ook binnenkrijgen. We doen het. Een klein brandje wat voor gevolgen dat kan hebben. Dus de tip altijd, thuis je rookmelding, dat je in ieder geval gehalveerd wordt als bij je tijd. Rook is giftig, staan rond de buitenlucht. Nou, u ziet de hele ploeg is bezig om de brand te klussen. Die is nu geblust, die gaat verder met water voeden om de temperatuur uit de auto te krijgen. De andere ploeg is gelijk begonnen om de rode auto waar de twee mensen in de rond zitten. Je ziet het, de jongens zijn rustig aan het werk. Altijd heel belangrijk voor mensen die erin zitten, dat de mensen eromheen rustig blijven. Zolang de mensen die jou komen helpen rustig blijven, geeft dat voor jezelf een beter gevoel en is dat ook beter voor je herstel later. Allemaal wetenschappelijk bewezen, dus wij proberen altijd zo rustig mogelijk te zijn. En door het vele oefenen, wat we dus ook hier bij Gouden Holland mogen doen, kunnen wij daar routine in krijgen. Misschien dat u denkt van joh, waarom gaan ze nou niet lopen rennen, waarom gaat het nou niet sneller? De werkwijze is als volgt, een slachtoffer wat bekneld zit in een auto, die zit al bekneld, daar kunnen wij ook iets meer aan doen. Het enige wat wij kunnen doen is ervoor zorgen dat de persoon eruit komt, maar dan met de verwondingen die hij heeft en in ieder geval stabiel. Vroeger was het deur open, trek die vent eruit en hij is voor de ambulance, dat is het beste. Tegenwoordig wordt er gedacht van we knippen de auto om die persoon weg.
Dus we kunnen gaan lopen haasten, rennen en vliegen, maar daar winnen we eigenlijk helemaal geen tijd mee. Je ziet de bevelvoerder af en toe een beetje schreeuwen tegen zijn manschappen. Maar hij heeft gewoon duidelijk en kort en bondig geeft hij een opdracht en die persoon die gaat het uitvoeren. En ondertussen wordt het redgereedschap klaargemaakt, zodat zodra het glas eruit is, dat ze heel makkelijk kunnen geknippen of strijden. U ziet het met een gereedschapje, een centerpunt, één tik tegen het ruitje en het ruitje is kapot. Iedereen heeft binnen de brandweer, de uitrukploeg, zeg maar, een vaste taak. Die wordt toegewezen door de bevelvoerder als ze aanrijdend zijn in de auto. We hebben één persoon die zorgt voor de algehele veiligheid, dat is de veiligheidsman. Die kijkt of er geen vloeistoffen lekken uit het voertuig, zoals benzine, die dus door wijze van spreken weer vlam kunnen vatten. Maar die zorgt er ook voor dat het glas eruit gaat en dat het een beetje een schone werkomgeving wordt. Dus niet overal rondslingend glas en uitstekende tenen. Dan hebben we de gewondenverzorger. Dat is, de naam zegt het al, die zorgt een beetje voor de gewonden. Zolang de ambulance er niet is. En als de ambulancepersoneel het overneemt, dan is het derde mannetje. De gewondenverzorger is dan het derde mannetje voor de ambulance dienst. Zodat die ook kan helpen. Dan hebben we een technisch team. Dat zijn twee personen. Die zullen straks het gereedschap bedienen. En die zullen de tak eraf halen, deuren eruit knippen en dat soort dingen. Iedereen kent zijn taak, weet zijn taak, dus er hoeft weinig gesproken te worden om duidelijk te weten wat we moeten gaan doen. U ziet, er wordt eerst een rubber wordt er weggehaald, dat is beter om te knippen. Dus ik denk dat ze straks de schaal pakken en dus bijna door gaan knippen. En uiteraard hebben we nog de chauffeur, die zorgt ervoor dat wij veilig ter plaatse komen, met toeters en bellen. En die zal zorgen dat al het gereedschap wat er uitgegeven wordt, dat dat getest is dat het doet. En hij weet precies wat er allemaal in de auto zit. Mocht u trouwens zelf een keertje op de weg rijden en u komt een voertuig, een voorrangsvoertuig u tegemoet of van achteren, probeer niet te schrikken. Blijf rustig rijden. De chauffeurs die op die voertuigen zitten zijn professionals. En die zullen zelf wel aangeven wat ze willen gaan doen. En zullen dat ook wel gaan doen. Dus ga niet keihard remmen. Het is alleen maar gevaarlijk voor u, maar ook voor de andere weggebruikers. Aan de achterkant zijn ze nu met de schaar bezig. Ze gaan de spijlen doorknippen. Ik kan straks de kofferbak open. En dan kunnen ze weer wat dichter bij het slag komen. Er wordt een dikke kunststof plaat bij het slachtoffer neergelegd. Tijdens het knippen springen er altijd kleine deeltjes af. Verfrestjes, stukjes ijzer, misschien wel stukjes schors. Nou, dat wil natuurlijk niemand alsnog in zijn ogen hebben. Dus vandaar dat we het slachtoffer afschermen. Voor de mensen die het straks leuk vinden, je kunt straks zelf ook een keertje knippen. We trekken u even een brandweerjasje aan, helmpje op. En dan kunt u zelf ook eens ervaren hoe het nou voelt om met een groot stuk zwaar gereedschap om een blik van een auto door te knippen. Gelukkig niet uw eigen auto, maar dan mag u gewoon nog even een stukje knippen. De jongens allemaal met de helmpjes lopen. Er zitten geïntegreerde veiligheidsbrillen in. Dat is voor ons altijd makkelijk, want je kan het niet vergeten. Er zit een knop aan de zijkant. Als we daar aan draaien, gaat hij op de boven naar beneden. En dan ben je in ieder geval goed. Dus als de auto bewegen, dan komt de laatste pijl aan de andere kant doorgeknipt. En dan blijkt het gewoon dat er toch nog een hoop spanning op uit. We zullen een keer op een gegeven moment
En dan ja, het laatste stukje uitgewerkt door het. Dan komt er toch wat leuk in de kant bij. Voor de stabiliseren proberen we wel altijd te vervelen. Maar we kunnen niet alles. Heel makkelijk samengewerkt. Het is met elkaar kijken, met elkaar doen. Met elkaar doen we het niet mogen kijken. En de veiligheidsman is er wat gelukkig aan tegen. En dat elkaar ook. Zo'n minuut of 10, maar als je niet goed is aangekomen, dan moet je erin gaan. Het is zeer goed dat net door de pakken ook erin. De druk van de slang die aangesteld is, ligt rondgezet van de bak. Deze slang hebben een nieuwe technologie. Die zit aan de buitenkant van de slang. Dus de lage rugleiding is een tool. En de inwendig in de slang zit de hoge rugleiding. Het moet de hoge rugleiding van de slang voeren. Dus de rugleiding altijd op de scherm door de lage rugleiding. Voorzitter techniek. En we maken wat aangesteld. En we zien het, alle tijden zijn doorgekomen. Het gaat niet door. Wordt gewoon een beetje gezegd. Dus moet je niet uitgeven om elkaar erin te gaan. Hoppa. Alleen, we zien het niet uit van de verkeerding. Maar dat is een verhaal deze keer. Je kunt zien, ze kunnen heel makkelijk bij de personenkopen die erin zitten. De oranje wervelplank, die wordt gepakt. De oranje beschermhoeders worden over de scherpe delen heen geklikt. Het koren van die hoekje is, er zit er magnetisch in. Ja, heel makkelijk bij een auto, we blijven plakken aan het ijzer. Ze gaan niet schuiven. En dat is de plakstoffer en de hulpverleners. Die zijn de scherpbenen uitsteken in de scherpbenen. Door middel van de wervelplank achter het plakstoffer te steken, wordt de rug een beetje gestabiliseerd. Dus dat is goed voor de plakstoffer beter. En met vrede krachten zullen ze nog een hoog deel in de gegeven moment de plank kantelen en dat dan doen. Rustig, 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 rustig. De invloedende beweging gaat heel makkelijk. Plank op voor het weggebracht naar de handloop. En dan gaat het verder. Je ziet dat iedereen helpt, je ziet veel van twee helpen. Dus ja, in persoonlijke beweging om te wagen zijn, omhoog te willen, standen, en goed beweging allemaal. Dat is perfect. Dus hoe meer handjes, hoe lichter het werkt, en hoe makkelijker het gaat. Zo, de slachtoffers zijn eruit. Ook de aan de andere kant. Normaal gesproken denk ik van het einde om de incident te bekijken wat ze kunnen doen. Maar we willen u danken voor uw aandacht bij deze demonstratie. Hopelijk dat u het leuk vindt. Ik heb het volgende van de zin in om zelf even te knippen. De jongen draait even een klein beetje op en dan. Cornel, dat is voor jou.